Ik ga een dildo kopen. Nee, hey, vibrator. Wat? Dildo's zijn niet leuk. Yo, Gnijntjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben nou wakker. Nou ja, het is denk ik ook wel te zien, om te merken. En mijn lip is in slaap weer gescheurd. Dat is echt super irritant. En ik ga naar de huisartsbeurs. Yes. Aangekomen in de parkeergarage van de Rai. En we zijn dus nu bij de huisartsbeurs. Met we bedoel ik al mijn vader. Ratna, die is er ook bij. Hoi Ratna. Hoi. En de vriend van Ratna, die loopt erachter ook nog. En moet bij ingang K zijn. Ik ga naar het toilet. Doei. Oh wacht, dat is van dames. Dat moet niet naartoe. Ik moet sinds Eindhoven ofzo. Hier ga ik dus even fijn van genieten. Er is niks opluchtender dan als je zeg maar echt gewoon een uur lang jezelf moet inhouden. En dan eindelijk naar het toilet kan. Dat is echt een van de beste gevoels ooit. Gevoelen, ik heb geen idee. Wat ik wel weet, is dat ik het een beetje te laat ben. Dat dan weer wel. Maar ik kan niet alles hebben. Ik ben trouwens wel benieuwd hoeveel mensen er zijn. Want vandaag zijn echt een stuk minder YouTubers als gisteren. Hoi Ilko! Hi! Kijk hoe fashionable. Glitters! Ik voel me net Rutger. Bling bling. Ik ben bling, te laat. Bling bling bling, ja. Ik ben misschien 10 minuten te laat. Maar hier staat een rij met alleen maar vrouwen. Ja, meisjes. Ik moet mijn muts op doen. Hi jongens! Hallo! Hallo, 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 hallo. Kom maar, even kusjes met de camera. Lekker. Dit is een beetje ons ding nu, hè? Kusjes met de camera geven. Is dat zo? Ja, ik heb met Thomas doe ik het ook altijd. Hij is zo'n mee. Holland. Oh, Kennedy. Oh, Kardash. Olly, we kennen deze, hè? Kennen deze voor die je net gezien zelf, hè? Wat die heet? Ik bewijsmateriaal, dus ik ben ook niet. Wat is hier overlang? Olly, ik heb ook jouw vier. Ik ben vandaag in de huis uit de buurt gekomen. Zoek je naar Vira. Hij is gek geworden op zoek. Oh, ha. Ja, ik ben al weg, oké? Jullie gaan maar. Oké, gaat weer. Silent speed dating. Speed dating. Ik weet niet wat ik ga doen. Maar jij doet het. Ik ga lekker stofzuigers uitproberen op de huisartsbeurs, denk ik. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik sta hier met... En Els. Laura en Els. En Laura's broertje heet... Jasper. Jasper. Hoi Jasper. Was dat? Ja, is goed? Hopelijk ben je ook tevreden, Jasper. Klaar met de meet and greet. En nu ja, kom ik eigenlijk waar ik echt voor ben gekomen. Stofzuigers uittesten. Zijn hier stofzuigers? Ja, ze hebben vast wel. Wel krultang. Krultangen, stofzuigers. Alles wat ik niet nodig heb, dat hebben ze hier. Oh, trouwens wel één ding wat ik wel moet hebben. Het is een tas. Geen handtas, maar een rugtas. Waar ik mijn laptop in kan doen, want ik ga dinsdag ga ik dus naar Londen toe. En die week daarna ga ik naar Polen toe. Dus ik moet even een goede tas hebben die ik ook gewoon kan gebruiken zonder dat mijn laptop erin zit. Want die wat ik nu heb, ziet er een beetje raar uit. Dit is vervelend. Sta je echt de hele week op zo'n beurs, heb je tafel verkeerd geschreven. Kijk hoe mooi. Zeg maar hier een stukje in de huisartsbeurs ligt een wassermannen en dat is zeg maar iets waar ik met mijn oma echt bijna altijd naartoe ging. En het is een beetje een soort Aziatisch thema. Ze willen allemaal eten en dat soort dingen van Azië. Is het vooral Indisch of alleen maar Indisch? Vooral. Het is vooral Indisch, zeg maar. En ze hebben ook heel lekker eten. Dit is een feedback. Love it! Ik ga mee. Goed glas bier. Glas bier. Water mag goed, ja. Ik mee, mijn naam is Sigorijn. Super, super sterke tekst. Weet je, dit is echt super lekker. Het ziet er super raar uit. En voor andere Indische kijkers eigenlijk, dit is een chendol en een soort kokosnootdrankje eigenlijk. Nou, je moet het eigenlijk een keer geprobeerd hebben. Het is heel moeilijk uit te leggen hoe het nou precies smaakt. En wat erin zit is geen snot trouwens. Ik voel me echt super aangetrokken tot deze tent. Ja.
Hey. Jezus Linda, godver. Sorry. Ze gaat een dildo kopen. Nee, ik ben wat? Voor. Dildo's zijn niet leuk. Moet ik mee kiezen? Nee, ik heb er al echt van. Ja. Ja, ik snap het ook niet. Tom die is te laat. Tom die is te laat. Ik ben er al wel een paar keer. Voelen. Een handwarmer. Maar hij wordt hard. Net zoals ik nu. Dus ik ga hier snel weer weg. Zo. Ik ben net thuis. En ik ben nu weer in de sportschool. Ik ben net een stukje van huis naar hier toe gerend. En daar is iemand anders nog. Het is nu bijna 10 uur. Yep. Ja, ik ben al echt al 3 of 4 dagen niet geweest. Ja, ik moest wel. En ook iedereen in de WhatsApp groep zei dat ik moest gaan. Dus nu ben ik hier. Even dus een korte sessie om toch nog even iets te hebben gedaan. En voel goed. Ik voel me meteen... voel me er wel lekker bij. Ja, er zit iets op mijn nagel. Oké, okay, het is weg. Maar, ik besefte mij dat ik nog helemaal niet in dit tasje heb gekeken van Twitter. Dus dat wil ik nu eventjes met jullie doen. Er zit in... een muts. Van Twitter. Ja, het vogeltje zit erop. En het heet... het is van Bart. Ik weet niet eens Bart. Nog een muts. Wat is dit? Huh? Oh mijn god, volgens mij weet ik wat dit is. Het is wel echt heel onhandig om in elkaar te zetten. Het is een vogelhuisje! Soort van. Ja, dan, hier wordt dan zo'n gat. Vogelhuisje. Super cool! Wat hebben we nog meer? Een flesje met hashtag H2O. T-shirt. Ah! Nog een t-shirt. En... een mobiele oplader zo te zien. Hashtag lifesaver. Nice. Anyways, ik voel nog wat in de envelop zitten. En ik denk... oh, het is een stokje. Nu is mijn vogelhuisje af. Oh, ik vind het echt cool. Oh, dat is wel lachen. Anyway, jongens en meisjes, ik vond het weer een leuke dag. Hopelijk jij ook. Als je dat ook vond, vergeet niet mijn duimpje achter te laten. Abonneren kan hier beneden. En ja, dan zie ik je morgen bij een nieuwe video. Waar ik dan wel echt fatsoenlijk ga finishen. Niet dat ik nu niet zo fatsoenlijk heb gefinished. Ik heb ook gefinished. Maar goed, je ziet het morgen om 4 uur bij een nieuwe video. Dus tot morgen. Doei! Of doei. Doei. Vaarwel, houdoe. Geen idee.